Yo, kijkers van Wezekker, welkom bij een nieuwe aflevering van natuurlijk Mytopia. We zijn er vandaag weer in de provincie Greydale en we gaan keihard aan het werk voor jullie. Dus laten wij eens even gaan kijken. Zoals jullie kunnen zien heb ik een nieuwe trui gekocht. En ja, deze is best wel fancy. Het is een roodse trui. Enchant heeft me 65k gekost en het was echt super duur. Maar goed, zoals jullie kunnen zien, we hebben net alle inkomsten een beetje binnengekregen. En dat is op dit moment nog niet zoveel. Ik heb nog 71k op de bank staan, die ik ook nog even wil bewaren. Want de Mindfood wordt binnenkort ook weer geüpdate. En ik ben bang dat er straks even iemand, dat we iemand voor aan moeten stellen die zich kan laten infiltreren in de Mindfood. Waardoor we misschien straks heel het bedrijf... Leon, huh? De baas zoekt nog geld voor je. Van je. Wie ben jij? Geef nou het geld of ik sla dat mooie koppie zo van je romp af. Wacht even. Delano, wat doe jij hier? Waarom heb je die knuppel bij je? Ja, ik vond het op straat. En daarom kom je hier met je bivakmuts op. Misschien... Ja, Peter. Oké, je moet uitkijken, meneer, want het politiebureau zit hier aan de overkant. Ja, ik had dan al afgesproken dat het een grapje was. Maar hoe heb je me weten te vinden eigenlijk? Want eigenlijk hoor je nog steeds in Wasteland te zitten. Wat doe je hier? Je pakt een treinkaartje. Je gaat op de trein en je komt hier naartoe. En mensen die had een nieuw huisje daar, toen hoorde ik op pensioen aanvallen. Ik denk, kijk, daar moet ik even langs. Oh, maar waarschijnlijk heb je het al gehoord. Ik heb een tijd in de baaiers gezeten in Sunnyville. Maar uiteindelijk ben ik eruit kunnen komen. En ik heb eigenlijk grote plannen voor onze bende. En eigenlijk zit ik hier onder mijn dekmantel. En niemand heeft mij nog door. Je zou het zelf ook denk ik niet hebben gegokt, of wel? Hoedje, mooie kleding, gaat niet. Ja, nou weet je, ik wil ervoor zorgen dat mijn hele groep, oftewel zelfs jij, dat iedereen zo rijk kan worden. En daarom gaan we de Mindfood overnemen. En dan zorgen we ervoor dat Smal en Bart en dat zij een beetje voor ons gaan werken. En ik heb echt een geweldig plan. Doe die knuppel eens, alsjeblieft. Zo. Oké, mooi. Stop ik even weg. Kijk, volg mij. We moeten even kijken. Want dit stuk land is natuurlijk niet van mij. Dit is van de staat. Maar de staat heeft mij... ik heb een valse naam gegeven. En ik heb iemand omgebracht die een beetje op mij lijkt. Maar ja, hij blijkbaar eigenaar van dit ding. En nu heb ik het overgenomen. Dat klinkt wel goed, toch? Ja, vooral. Ik ben alleen mijn pistool kwijt. Twanny is nou ook in de gevangenis gekomen. En we moeten nog een keer kijken of we hem kunnen bevrijden. Misschien is dat wel binnenkort een plan. Ik heb nou wat geld. En ik denk dat we de oude crew wel bij elkaar kunnen vinden. Want ja, we hebben wel wat. Maar kijk, dit juweeltje heb ik gekocht. Aan de Hoofdstraat, zoals je kan zien. En eigenlijk kom je op dit moment als geroepen, zeg maar. Weet je dat? Ik weet het niet. Ik wou daar gewoon weg in de Weesland. Zo. Ja, te veel zon. Zand, zeker. Ja. Maar goed, wat dacht je ervan om hier een Mindfood te runnen? Dat lijkt me wel wat. Ja? Mij lijkt ook wel wat. Ik heb al zeg maar dit af laten zetten. En ik heb ervoor gezorgd dat er nog wat personeel nodig is. Maar ik wil proberen alles wat hier verder in Greydale te vinden is, om dat uit te laten concurreren. En dat kan ik doen door... ik heb al een kledingzaak die voor mij werkt, maar ik ben officieel niet de baas. Want dat mag namelijk niet van de staat. Ik mag niet twee bedrijven hebben. Maar goed, als jij dit nou voor mij overneemt, in de tijd dat ik nog bouwbedrijfleider moet zijn, hoe klinkt dat? Ja, is wel prima. Hoeveel geld heb je nog? Wat ik mee had genomen uit Wasteland is 63k. Oké, we moeten even kijken. Volgens mij zit hier wel ergens een pinautomaat. Kunnen we hier even binnen kijken? Ja, kijk, kom. Kijk, ik heb hier heel wat geld. Kijk, doe dit even dicht. Oh, we kunnen dit eigenlijk gewoon zo allemaal meenemen, hè? Die kleur. Ja, maar... doe maar niet. Nee, precies. Ik geef jou dit.
En de rest hou ik nog even, want ik moet wel eten. Maar wat ik wil dat je daarvan doet, ik wil dat jij probeert vergunningen te kopen, zodat wij al ons zwarte geld kunnen witwassen. Kan je dat voor ons regelen? Ja hoor. Oké. Maar eventjes over die praktijk, hè. Op dit moment heb ik nog steeds geldgoed van Samal. Ik krijg een 50k van hem. En eigenlijk moet ik... Ja, niet te hard, want er lopen allemaal mensen. Ik kom iets dichterbij staan. Oké, voorzichtig. We moeten proberen eerst 3 ketens over te nemen. Zodat wij 3 CEO's krijgen die voor mij gaan werken. Uiteindelijk kunnen wij dan een plan van pact pakken. Waardoor wij eigenlijk alle bedrijven onder onze naam kunnen vallen. Maar dat moeten wij doen in het hoofdgebouw. En dat kan alleen als, ja, als alles mee zit. Dus als ik jouw stem al sowieso heb, kunnen we straks Samal wegstemmen. Hoe klinkt dat? Ja, dat is gewoon... ik ben niet echt van de plannen, dat was meer jij. Daarom is nou echt... De band is gewoon helemaal fout gegaan in Wasteland. De helft zit ook gewoon in de bak. Ik was tenminste slim geweest om onder te duiken. Een paar ook, maar die kan ik ook niet meer vinden. Dus als jij het zegt, dan is het een goed plan. Ik hou de band weer bij elkaar. En uiteindelijk pompen we die toko leeg. Als we al het geld hebben, trekken we terug naar Wasteland. Bouwen we daar 1 grote villa. Oh. Pas op, Esther komt er. Bouw 1 grote villa. En dan hebben we het geld binnen. En dan zijn we rijk. Hoeven we niks meer te doen. En dan zorgen we ervoor dat wij de beste wapens hebben. En dat we alles kunnen jatten. Oké? Ja. Wacht even, pak even die knuppel. Oké? Esther houdt ons een beetje in de gaten. Ik denk dat het beter is dat jij nou die kant op gaat. En dat onze wegen hier scheiden. Ja. Oké? Ik spreek je, Delano. Ik spreek jou ook later. Ja. Tot ziens. Hey Esther. Oeh, dat ging bijna fout. Oké, ik denk dat het even handig is dat we even wat gaan drinken. Ik hoop dat Delano die toko straks goed in de gaten kan houden. Dan hebben we nu een kledingzaak die voor mij werkt. En dan hebben we... Oh, nee, agent. Dan hebben we een kledingzaak. Dan hebben we voedsel. En dan kunnen we er straks voor zorgen dat wij gewoon... Ja, oh, kut. Weer iemand. Ik heb nog even geen zin om met iedereen te praten. Zo, even niet. Kom straks maar terug. Geen tijd voor at the moment. Zo. Oké, ja. Zo jagen ze weg. Maar goed, we moeten even komen aan doen. Wat is nou de planning? We gaan ervoor zorgen dat we dus alle kleding en al het eten zo goedkoop mogelijk kunnen verkopen. Waardoor mensen altijd naar onze winkel toe kunnen gaan. Daardoor kunnen wij een budget krijgen waardoor wij in meerdere steden minefoods neer kunnen zetten en natuurlijk kledingwinkels. En dat zal allemaal deel zijn van de Blue Street. En als deze Blue Street volledig straks onder mijn bevel staat, nemen wij het hoofdkantoor over door meerderheid van de stemmen te krijgen en dan word ik het nieuwe hoofd van de Blue Street. En dan zullen we eens kijken. Maar tot die tijd hou ik mij een beetje koest. Ik heb het in ieder geval nog een beetje te doen met deze mooie kleren. Ik hoop dat Delano straks ook kan genieten van. Meer wat mooierheden van deze enchanted shit. Ja, ik heb op dit moment net al mijn geld gegeven. Dus hoe kan ik eigenlijk vertrouwen of hij dat gaat doen? Waarom zou hij niet weggaan met al dat geld? Ik weet het eigenlijk niet. Het is allemaal maar net eigenlijk in twijfel. Ik hoop dat het goed komt. Op dit moment had ik even het geld hier. Ik krijg nog een heleboel geld van de staat. En ik denk dat het ook eens tijd wordt dat we straks even bij Duffy gaan aankloppen om dat geld op te halen. En eventueel bij Diego. Maar dat zien we dan wel. Ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog als je meer wil weten. En natuurlijk, blauw duimpje als je mij support, zeg maar. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal om meer te weten van wat er gaat gebeuren met de Mindfood en de Blue Street. Laat even een reactie achter wat jij van de story vindt tot nu toe. En dan zie ik jullie graag in een nieuwe Mindtopia. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!